Hallo allemaal en welkom bij een nieuw filmpje voor het YouTube kanaal Meneer Lonsen tekent. En we gaan kijken naar materiaal plus de methode. Want een aantal dingen zijn voor het materiaal en voor de methode zijn precies hetzelfde. Maar laat ik eerst even de verschillen benoemen. Bij materiaal benoem je alles wat je... Gebruikt en je doet dat zo precies mogelijk. En bijvoorbeeld, als je een bekerglas gebruikt, dan is een bekerglas niet precies, maar dan ga je bedenken hoeveel bekerglazen. En als er één is, dan doe je één bekerglas, maar als je meerdere gebruikt, dan noteer je ook dat je er meerdere hebt gebruikt. Dus een bekerglas en dan bijvoorbeeld. 400 milliliter. Dus je noteert alles wat je hebt gebruikt, je doet het zo precies mogelijk. En daaronder staat dan ook een voorbeeld. Nou, daarnaast is het materiaal is altijd puntsgewijs. En zorg voor een logische volgorde. Dus bijvoorbeeld in de volgorde van de methode. Dus een materiaal wat je als eerste nodig hebt, staat als eerste in je materialenlijst. Of je kunt het ook doen in volgorde van belangrijkheid. Nou, de methode. Een aantal dingen zijn hetzelfde. Een methode moet bijvoorbeeld ook puntgewijs zijn. Daar is een volgorde natuurlijk ook logisch. Je doet het in de volgorde van uitvoeren. Nou, methode schrijf je in de. Verleden tijd. Dat houdt dus in. Het is uitgevoerd. Of ik heb dat en dat gedaan. Je kunt ook nog voor kiezen. Hè? Um, als eerste is die stap uitgevoerd. Daarna die, daarna die. En je kunt ervoor kiezen om het persoonlijk te maken door. Ik heb het uitgevoerd. Wij hebben het uitgevoerd. Of het onzijdige. Het is uitgevoerd. Maar wel in de verleden tijd. Methodes in het boek worden altijd aangeboden als toekomstige tijd. Dus je gaat dat en dat uitvoeren. Je kunt dat dus niet letterlijk kopiëren. In de methode is het belangrijk dat je alle stappen noteert. Dus je moet niet denken. Ja, oh, maar dit is wel duidelijk. Nee, alle stappen noteren. Want iemand anders moet met behulp van je methode het hele practicum kunnen uitvoeren. Dus verleden tijd en je noteert alle stappen. Nou, uiteindelijk is het ook puntsgewijs en in een logische volgorde. Af en toe zul je merken dat je bij een methode een iets wel vijf keer moet doen. Dan kun je ook zeggen: eh, bovenstaande, eh, bovenstaande eh, stappen vijf keer uitvoeren. Hè, op die manier kun je ook aangeven van hé, hey, we doen dit stukje doen we vijf keer. Dus dan kun je zeggen: hé, hey, we doen deze vijf keer. Of bijvoorbeeld, eh, je doet het vijf keer. De eerste keer doe je het met wit, dan doe je het de tweede keer met geel, dan met rood, dan met blauw, dan met zwart. Nou, dan kun je zeggen, de eerste keer voer je het practicum uit met wit. De tweede keer met die kleur, dan met die kleur, dan met die kleur, dan met die kleur. Dat zorgt ervoor dat je je methode een stuk korter kunt maken. Dat kan je heel wat bladzijden schelen. Nou, even als herhaling. Je materialen, noteer je alles wat je hebt gebruikt. Noteer dat zo precies mogelijk. Noteer ook de hoeveelheden en bedenk welke informatie nog meer nodig is. Als bijvoorbeeld de kleur van het bekerglas belangrijk is, maar de inhoud niet, dan noteer je natuurlijk de kleur. De methode schrijf je in verleden tijd. Je hebt het dus uitgevoerd, je noteert alle stappen. En zo af en toe als je stappen meerdere keren herhaalt, kun je dat ook aangeven, dan hoef je niet alles te herhalen. Nou, beide is puntgewijs en beide zorg je voor een logische volgorde. Dit is de uitleg over hoe je een goede materialen. Lijst en methode kunt maken voor een onderzoek.